Ah, zo duurt het spel wel even. Mijn lievelingskleur, blauw. Nou, dan is nu dus de tentoonstelling officieel geopend. Tot het einde van het jaar kan iedereen hier komen kijken. En iedereen die hier vanavond is, krijgt het spel ook mee. Iets kleiner, dus wat handzamer voor thuis. Leuk. De eerste is voor jou. Wat leuk, Sander. Dankjewel. Alsjeblieft. Geweldig. Ga meteen vanavond spelen. Nou, helemaal goed. Dan zou ik zeggen aan de borrel en foto's kijken. Deze tentoonstelling gaat over 70 jaar ACITO. In 1952 zijn we opgericht, hier in Almelo. En we laten nu zien wat er in die 70 jaar allemaal gebeurd is. Het huis van Katoenen nu is natuurlijk een centrale plek in Almelo. En ACITO is verbonden met Heracles, maar ook met Almelo zelf. We hebben vanaf de oprichting zijn wij in Almelo actief geweest. Dus dit is gewoon een mooie plek midden in het centrum waar heel veel mensen langskomen. Heel veel mensen in Almelo hebben bij ACITO gewerkt of werken er nu nog of kennen mensen die er hebben gewerkt. Dus ja, dit is een perfecte plek om hier de tentoonstelling te houden. Er werken nu 9000 mensen bij ACITO door heel Nederland, maar nog steeds de grootste groep werkt hier in deze regio. Schiphol is een van onze grote klanten, KLM, veel grote ziekenhuizen, universiteiten, er zit van alles bij. Ja, Joop van Riemsdijk was de oprichter van ACITO en inmiddels is zijn dochter Monique van Riemsdijk onze eigenaresse. Het is nog steeds een familiebedrijf. We proberen hier vooral verhalen te vertellen. Het is niet zo van in 1952 gebeurde dit en in 1954 gebeurde dit. Het is echt een tentoonstelling over de mensen die gedurende die 70 jaar bij ACITO gewerkt hebben en de verhalen die daarbij horen. Dus het is ook niet alleen interessant voor ACITO-medewerkers of ex-medewerkers. Het is eigenlijk voor iedereen leuk om die verhalen hier op te halen. Die borden horen bij het Nationaal Integratiediner. Dat heet tegenwoordig Samen Eten en ACITO. En dat is ooit begonnen door ons bij ACITO, omdat wij mensen in dienst hebben van meer dan 100 nationaliteiten. En wij wilden laten zien hoe mooi het was om al die culturen te leren kennen. En daarom hebben we dit idee bedacht dat mensen met elkaar gaan koken en samen gaan eten. En dat wilden we hier uitbeelden door een tafel te dekken met al die verschillende mensen erop. Oh, okay. Oh, dat is nu wel heel goed. Ja, dat is nu wel heel goed. Ja, dat is nu wel heel goed.